Zeg maar, ons potentieel ligt tussen de 80 en de 90 kamerzetels. Echt waar? Ja, zo groot, heel veel, hè? Zo groot is de massa mensen in Nederland die willen dat er nu echt iets verandert. Want de eerste minister, dat wordt Thierry Baudet. Sommigen zien hem als de redder van Nederland. Anderen haten hem tot op het bot. Dat Thierry Baudet een seksist is, een racist is en bovenal een fascist is, dat hoef ik jullie niet te vertellen, want anders stonden jullie hier niet vanavond. Een middenweg lijkt niet te bestaan. Op 15 maart behaalt hij een klinkende overwinning, waar Jan Roos en Sylvana Simons het nakijken hebben voorover Thierry Baudet samen met strafrechtadvocaat Theo Hiddema twee zetels in de Tweede Kamer. Wat een doorbraak! Van huis uit is hij jurist en historicus. Hij houdt van literatuur, klassieke muziek en debat, heeft al 8 boeken op zijn naam staan en spreekt graag een woordje Latijn. Quo usque tandem factionem cartellum. Hij wil in de politiek maar 2 dingen. Invloed teruggeven aan de burgers en de macht van de bestaande partijen, wat hij noemt het partijkartel, breken. Hoe de democratie wordt gegijzeld en de bevolking buitenspel staat. Vandaag rijdt hij mee in onze Eén Vandaag. We ontmoeten Thierry bij het partijkantoor van Forum voor Democratie. Aan de Amsterdamse Herengracht. Thierry. Sander. Hallo. Welkom. Dit is het. Dit is het keldertje. Het hoofdkantoor. Ja, hier hebben we de campagne gedaan. Oké. Ik kom er graag even. Kom binnen. Ja. Het is nu een paar maanden na de verkiezing, maar nog steeds hebben we hier dozen met flyers en posters. Je ziet hier een poster hangen, daar ligt nog een hele rol met posters. We gaan naar het Westerpark, hè? Ja, we gaan. Zit je daar vaak? Nou, helaas de laatste tijd niet meer zo vaak, maar ik vind het een heerlijk park en het is leuk om daar een glas te drinken, denk ik. Ik heb een hele mooie auto bij me. Een eend. Helemaal oranje. Durf je erin? Let's go. Kijk, wat vind je ervan? Wauw. De eend vandaag noemen we maar even. Dit is dus precies de auto die ik altijd zelf ook heb willen hebben. Echt waar? Mijn ouders hebben me ook Ik vind dit zo romantisch. Dit is... Toen was de wereld nog goed, weet je wel? Ja, 1968 komt deze auto. Ja, ja. Je kan, ja, dat is goed hoor. Ja, 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 ja. Nou, dan gaan we, joh. De vracht rijden met een auto. Hoi! Oh, super. Oh, hij gaat wel even stoep op, joh. Dat is wat... Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Thierry Baudet valt op door extreme en opmerkelijke uitspraken. Al worden die, zegt hij, vaak verkeerd begrepen en nog vaker uit de context gehaald. Door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld. Dan blijft toch een ander beeld hangen, omdat je ooit eens een keer iets gezegd hebt dat verkeerd in de context slecht is gevallen en zo. En daar kom je dan nooit meer vanaf. Nou ja, volgens mij wat je moet doen is daar op een gegeven moment gewoon je schouders over ophalen en denken, nou ja, er zijn al blijkbaar een paar mensen die dat maar blijven herhalen. Het grootste deel van de mensen weet echt wel dat ik ontzettend veel respect heb voor vrouwen, voor mannen, voor immigranten, voor mensen die het goed doen in Nederland, die hun best doen. Ja. En iedereen is wat mij betreft gelijk en dat is ook wat onze partij uitstraalt, ja, en wat wij nastreven. Dus, mensen informeren zichzelf wel. Dat vertrouwen heb ik wel. Ja. Ik lees ook vaak interviews met je en dan denk ik soms... heb je uitspraken dat ik denk van wat zeg je nou toch? Hè? Je hebt een nieuwe vrouw ontmoet, dus... En dat wordt dan ook weer de kop, hè? Dat heb je toch ook gelezen, neem ik aan? Helemaal verliefd. Helemaal verliefd? Ja, dat is dan iets waar... Persoonlijk? Ik vind het, ik moet daar nog aan wennen. Ik ben van nature heel openhartig en ook, ik hou er ook van dat als mensen met het grote gebaar communiceren. En ik moet er dat nog een beetje aan wennen dat soms enorm wordt opgeblazen. Ik zeg het dan met een kwinkslag. Joh, ik ben zo verliefd, ik wil niet eens meer masturberen, ik wil alleen maar met haar zijn. Ja, en dat wordt dan het. En dan... Maar moet je daar niet eigenlijk op letten ook? Dat je denkt van eigenlijk zeg ik te veel. Of ik ben te amicaal misschien dan wel. Ik zal het Haarsma Buma, zie ik dat dan toch niet zeggen. Nee, maar dingen. Goed, dat is dan ook een beetje het verschil tussen een flamboyante persoonlijkheid en een saaie persoonlijkheid. Ja. Anders gaat het rolletje. Alles gaat een rolletje. Fijne gedag nog.
Thierry Baudet. Hij ziet niet de PVV, maar VVD en CDA als zijn grootste concurrenten. Dit wordt de plek. Hij vindt dat de universiteiten, de musea, de kunst en de publieke omroep door links worden gedomineerd. En daar wil hij een einde aan. Je merkt dat heel erg veel mensen dit eigenlijk ook vinden. Dit beleid, zowel cultureel als politiek, is er de afgelopen 40, 50 jaar doorheen gedrukt. Meestal, bijna altijd, tegen de wil van de bevolking in. Er moet daarom meer directe democratie komen. Meer referenda en weg met die achterkamertjes en de banencarousel voor oud-politici. Het wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Er zijn ook demonstraties. Als ik ergens kom, dan heb je bijvoorbeeld... Ik was laatst in Groningen, dat vind ik een heel grappig voorbeeld. Dan is er dus een actiegroep, die heet dan Groningen Tolerant of zoiets. En die demonstreren dan tegen mij. En we hadden ook een andere in Utrecht, was het Utrecht voor Iedereen. Demonstreert dan tegen mij. Utrecht voor iedereen, maar niet voor FVD blijkbaar. Dus daar zit een enorme rare gedachtenkronkel bij die mensen. Maar wat voor mensen zijn dat? Ja, dat zijn natuurlijk toch een beetje gekkies, maar het wordt wel vanuit... Vind je niet bedreigend? Nou, blaffende honden bijten niet. Ja, maar goed, jij komt ergens en er staan gewoon een aantal mensen te demonstreren en ze vinden dat jij daar niet mag komen. Het lijkt mij heel bedreigend. Dat je denkt, shit, weet je, dit vind ik eigenlijk niet leuk. Nou, ik haal mijn schouders daar een beetje over op. Ik had het leuker gevonden als we het gewoon over de inhoud konden hebben natuurlijk. Maar het is ook niet zo dat ik daar heel erg me druk over maak. Je hebt het woord partijkartel nog helemaal niet gebruikt. We zijn toch al uren nu aan het praten, in de auto en net nu hier. En ik denk... Waar komt het? Meestal als ik jou op tv zie, binnen 30 seconden, daar is hij weer. Partijkartel. Ik heb hem nog niet gehoord. Nee, ja, ik wil hem wel even gebruiken. Ja, toch? Want een van de redenen dat niet veranderd is, dat beleid... en dat die zwijgende meerderheid in Nederland ook echt het zwijgen is opgelegd... dat komt door het partijkartel. Doordat er schijnverschillen bestaan tussen de politieke partijen. Dus VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Maar ik ga me toch niet vertellen dat GroenLinks en de VVD... die staan toch mijlenver uit elkaar? Nee, dat bestrijd ik dus. Echt waar? Ja. Er zijn weliswaar allerlei punten waar ze dan een beetje meer dit of een beetje meer dat. Maar fundamenteel, ook de VVD staat gewoon voor meer immigratie. Of in ieder geval dat niet echt serieus aanpakken. Meer EU of in elk geval niet echt serieus daar oppositie tegen voeren. Het is een gecastreerde partij, de VVD. Ja, die helemaal geen ballen meer heeft. Helemaal geen kracht meer heeft. Die helemaal onderdeel is geworden van de bureaucratische mainstream... die de afgelopen decennia is opgetuigd. Maar hoe voorkom jij dat niet hetzelfde met jullie gebeurt straks? Dat je niet ingekapseld wordt? Want dat kan gebeuren natuurlijk, hè? Ja. Hoe let je op? Want dat zou je wel moeten doen. Ik ben daar helemaal niet bang voor. Nee? Ik voel dit zo vanuit mijn tenen. Ik doe dit zo vanuit een heel erg intrinsiek gevoelde noodzaak. Ik kan me niet voorstellen dat ik... hier vanaf wijk, van dit pad. Ook niet als je straks misschien wel aan een coalitie mee kan doen. Je wil minister-president worden, heb je ooit gezegd. Ja, ik vrees dat ik er niet onderuit kom, nee. Ja. Maar... dan moet je dadelijk met de VVD en het CDA gaan bespreken hoe je een coalitie smeet. Ja, maar ik vind... En dan ik ben vind je onderdeel het, van het. Ja, maar ik vind het niet... Kijk, als je zegt, oké, dit hebben we kunnen bereiken en dat niet... Dat snap ik. Dat is gewoon... Ja, je kunt niks bereiken of iets bereiken. Dat snap ik. Maar... dat is iets anders dan daadwerkelijk ook al je ideologie opgeven. Wat ik leuk vind om op te zetten, dat ik dan pas ook bij dit moment, is het vioolconcert van Beethoven. En dan heb ik de uitvoering die het Verzöhnungsconcert genoemd wordt. Dat is de uitvoering waar Yehudi Menuhin, Joodse violist, een van de grootste violisten die er ooit geweest zijn eigenlijk, met Willem Furtwängler, de favoriete dirigent van Hitler, uitvoert in 1946, als ik het goed heb, met Berliner Philharmoniker. Dat is een heel beroemde uitvoering waarbij eigenlijk de gedachte is... uiteindelijk moeten we toch weer verbroederen, moeten we toch weer verzoenen ons. Dat is mooi, hè? Word je ontspannen van? Ja, ontspannen, geïnspireerd, ontroerd, allerlei dingen. Waar wil je over 4 jaar zijn? Er zijn waarschijnlijk over 4 jaar weer verkiezingen, misschien wel eerder.
Ik denk dat 20 zetels een mooie streven is.